Ik ben Marieke Koekoek, ik ben 32 jaar en ik sta op plaats 4 voor de partij VOLT. En ik woon in Utrecht, Leidse Rijn. Marieke is nu nog advocaat in opleiding en begon haar carrière als rechtenstudent in Utrecht. In de Tweede Kamer wil ze vooral opkomen voor gelijkheid voor iedereen. En een beetje extra voor migranten zoals die in het asielzoekerscentrum in Utrecht. Het eerste waar we echt van af moeten zijn die hele lange asielprocedures. En daarbij moeten mensen op het moment dat ze in die asielprocedure zitten meteen het recht hebben om te werken en om de taal te leren. Zodat je hier niet alleen maar kan overleven, maar ook echt kan leven in Nederland. Marieke's focus op migratie komt vanuit haar ervaring in het buitenland. Ze woonde en werkte in Leuven, Barcelona en China. En gelooft dat Europese samenwerking op dit moment hard nodig is. Als wij als Europa als één politiek blok op kunnen treden, dan zijn we veel sterker tegenover andere grote machten, zoals de VS, zoals China, Rusland. En op dit moment, door onze verdeeldheid, zijn we een beetje een speelbal van het land wat op dit moment probeert de baas te zijn. Terwijl we genoeg capaciteiten hebben in Europa om op onszelf te staan. Marieke doet net als haar partij VOLT nu voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. En als de partij nu net zoveel stemmen krijgt als tijdens de Europese verkiezingen in 2019, kan VOLT rekenen op 2 tot 3 zetels. Maar dan zou Marieke op plek 4 net buiten de boot vallen. Stel, ik kom niet in die Kamer, daar ga ik ook een beetje vanuit. Dan blijf ik wel me inzetten voor VOLT. Dus ik blijf beleid schrijven. Wat ik eigenlijk hiervoor voor kandidaat was, heb ik dat ook gedaan. En ik hoop dat die beweging groeit.